Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer bij mij mee. En ik sta op dit moment pauze te maken op de N10 bij Angoulême. Ik ben onderweg naar Bordeaux. Daar heb ik 4 klantjes om te lossen. Met grasmaaiers, heftrucks en 1 zending met pellets. Het is op het moment dinsdag. Middag. En ik ben mooi na de middag. Om 1 uur of 2 ben ik bij de eerste klant. Dus dan is hun pauze precies voorbij. En dan zie ik wel wat er vandaag nog uitgaat. Dan zien we wel weer hoe het vandaag gaat lopen. En dan gaan we het wel weer zien. Ik ben dus onderweg naar Bordeaux en het is nu dinsdag. Ik heb gisteren morgen, maandag zeg maar, heb ik eerst een binnenlandsritje gedaan. Toen ben ik gistermiddag om 2 uur vertrokken. Gisteravond nog ben ik nog voorbij Parijs gereden. Daar stond ik om 9:30. Ja, en nu is het bijna 2 uur en staan we bij de eerste klant. Dus is goed gelopen. Maar dan weten jullie een beetje qua afstand en qua tijd hoe dat een beetje gaat. Kijk, zulke grasmaaiers zitten daar eigenlijk allemaal in die krat die ik net gelost heb. Nou jongens, de 5 kratten met grasmaaiers zijn eruit. Dus op naar de volgende. Die los ik ook nog wel vandaag. Dus dat is 35 kilometer, dus dat komt goed. We'll be right back.
is er ook uit. Op naar de volgende, dus 20 kilometer, dan ben ik daar om 4:15. Ik heb net even het bedrijf opgezocht. Ze werken tot 5:00, dus moet goed komen. We gaan nu de Pont de Aquitaine op. Dat is een hangbrug over de rivier de Garonne. Dit is de grootste rivier van Zuidwest-Frankrijk. En die loopt helemaal door tot Spanje. Deze brug maakt deel uit van de ring van Bordeaux. En is ook tevens, behoort hij tot de top 100 van langste hangbruggen van de wereld. En is 1767 meter lang.
Nou jongens, dat zagen jullie wel. Dat ging magistraal hier ook. Het loopt niet normaal. Het is nu 5:10. En de derde is eruit. De laatste is gewoon 10 kilometer. Ik ga het gokken. Of ik hem nog kwijtraak vandaag. Dat zou helemaal een brenger zijn. Het ging zo ontzettend snel dat ik niet eens mijn camera kon pakken. Je hebt van die dagen dat alles mee zit. Het is echt helemaal top. Dit had ik nooit verwacht, dat ik eigenlijk leeg zou komen vandaag. Maar goed, nu eens even horen waar we terug mogen laaien. Nou, zoals jullie zien jongens, hebben we niet altijd een even ruime badkamer, laat ik het zo maar zeggen. Het is niet veel, maar goed als je maar schoon wordt. Ik weet niet of ik het helemaal goed kan laten filmen. Dat is een best steekje, jongens. En daar hebben we ook al een voorgerecht op. Nou, toetje slaan we over vandaag, denk ik. Het toetje inderdaad maar overgeslagen. Een bakje koffie is meer dan genoeg. Ik ben wel benieuwd wat ik zo moet betalen. Ik doe het misschien nog 2 jaar. Hij zegt, nou mensen, ik heb het afgerekend. 90 euro voor de steek. Dus dat was niet al te duur. Dus top. Nou jongens, ik heb weer heerlijk gegeten. Ik ga nu nog heel even een filmpje kijken en dan ga ik lekker slapen. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en tot de volgende keer. Hoi hoi!